Hallo allemaal, het is alweer donderdagochtend. Ik denk ik ga vandaag even een nieuwe vlog maken, want voorlopig blijf ik nog wel even vloggen. We hebben dinsdag te horen gekregen dat we tot 28 april geen lessen hebben. Dus mijn lees is gesloten voor activiteiten, lessen. Pensionklanten mogen wel hun eigen paard komen verzorgen. Heb ik gisteren besloten om ook een crowdfunding op te starten. We hebben al best wel veel mensen gedoneerd, echt super lief. Daar kunnen we lekker hooi van kopen. Want de ponies staan nu nog op de wei. En in ieder geval de meeste, niet allemaal. Maar die moeten straks ook hooi hebben, dus dat moeten we nog kopen. Er zijn zelfs mensen die hebben gezegd, ik wil gewoon mijn kwartaalabonnement doorbetalen. Super lief. Dus die hebben me een berichtje gestuurd als ze het rekeningnummer mogen. En dan hebben ze het gewoon overgemaakt. Super lief natuurlijk. We moeten elkaar allemaal een beetje helpen in deze rare tijd. Nou, zoals jullie al horen en zien, ben alle paarden aan buiten zitten. Samen met papa en met Wouter en mijn mama. En dan gaan we nu stallen opstrooien en voeren. En dan ga ik direct nog even de ponies filmen. Dus dan kunnen jullie dat ook nog even zien. Het is nu koffietijd en er is voor mij een leuk pakketje binnengekomen. Ik zal het wel eens even laten zien. Kijk. Daar zit in. Kijk, een leuk pakketje. Het is mijn nieuwe instructieset. Ik weet niet of je het kan zien. Ik zal dit even afhalen. Kijk, dat is dus om les te geven, 1-op-1. En dan kun je ook met terugpraten. Niet dat ik daar altijd heel blij mee ben, dus je kunt hem ook nog muten. Ja, super tof. Zo'n mooie sokken mijn mamatje heeft. Oké, hier zijn we Manneke aan het leren inspannen. Hij doet het goed, toch? Oké. Alle ponies laten zien. Kijk, zoals jullie zien, ze hebben echt al heel veel kaal gegeten. Dus binnenkort gaan we even hooi kopen voor alle ponies. Komt Eline al aan. Zo even een rondje doen. Dit is Eline. Echt een super lieve Mary. Een D-pony. Is braaf voor buitenrit, voor beginners. Ook voor springen is ze heel erg geschikt en ze heeft een heel dikke buik gekregen, zo te zien. Lekker, hè? Ja. Het is nog wat jongere pony. We hebben de oudste, Giorgio. Die wordt 19, loopt al heel de leven in de lessen. Hi, Giorgio. Ze heeft een allemans vriendje. We hebben hier Forza, mijn favoriet. Die gebruik ik altijd voor de beginnertjes. Forza. Die is ook al wat ouder. Ik denk ongeveer 24. En dan hebben we Alex. Alex loopt ook al wat jaren mee. En Goya. Goya is drachtig. Die verwacht in juli een veulentje. Kijk, dat kun je wel zien. En Goya. Beetje soep in je ogen. Dan lopen we hier even naar Brownie. Kijk, Louis en Happy Day zijn elkaar aan het krabben. Brownie is ook echt super lief, vanaf zijn 4 bij ons. Hallo, Merrietje. En Kabai. Kabai doe ik altijd voltige mee. Er moet wel iets in je manen zitten hier. Zo. En Kabai is ook echt lief voor iedereen, super braaf. En de halflingers,
zijn wel voorwaartse halflingers. Meestal zijn die een beetje lui, maar die van ons zijn ik voorwaarts. Wel super braaf. Davy en Mickey. Dit is Davy. Die heeft een druip. Kool. En Mickey heeft alleen een kool. Die zie je nou niet. Die is verstopt. Hey Mickey. Kijk. Een kool. Dan loop ik even naar Louis en naar Happy Day. Zijn jullie elkaar lekker aan het krabben? Louietje. Louietje. Louietje komt meestal altijd even knuffelen. Oh, hij ziet het. Ja, komt hij aan. Hi. Louis is een van de jongste ponies. Met zijn 4 of 3 gekomen. Die is nu 1 jaar of 6. En dat is echt wel een hele leuke, lieve pony. Beetje ondeugend, maar hij zal nooit bokken of stijgeren. Hij heeft wel een beetje een eigen wereldje. En het is echt een knuffelkomp. En Happy Day, die is nu 26 geworden. En die loopt echt, die is bij ons geboren op de manege op mijn verjaardag, daarom heet ze Happy Day. En ze is echt een super lieve pony, maar ze wordt nou bijna niet ingezet, alleen voor de beginnerslesjes. Oh. Hey, ze zit even boos tegen Louis, want die zit er te bijten in haar kont, dat mag niet. Dus alleen voor de beginnerslesjes loopt ze nou nog mee, een keer in een feestje. Ze doet het echt rustig aan. En hier hebben we Chaka. Die lijkt heel erg op Forza. Chaka. Chaka is ook super lief. Is iets voorwaartser dan Forza. Forza kan ook wel eens een beetje lui zijn. Is ook echt super lang hebben die al. Die is ook al boven de 20. Ook al vanaf jonge pony. En dit is Easter. Kijk, en Happy Day de moeder. En Easter is een kindje van Happy Day. Nee, Easter. Zie je ook wel een beetje aan de manen. Ze hebben altijd van die krulletjes. Eigenlijk hebben we allemaal lieve ponies. We hebben geen vervelend erbij zitten. Cassandra, die is een beetje snel. Dan komt Paco aan. Maar heel zijn deken is scheef gezakt. Die zal ik even recht leggen. Kom maar eens hier, Paco. Zal ik je dekens even recht trekken? Want Paco is was geschoren, dus die heeft een dekentje op. Hallo, knapperd. Kom eens even zijn dekentje recht. Nog een paar dagen en dan kan hij zonder deken. Zo. Ja. Hier hebben we Cassandra. Cas. Ook echt een superleuke pony om te leren springen. Lekker voorwaarts. Knap. Ze heeft al een lekkere speknek gekregen. Kijk maar. Hè? Ja. En daarachter hebben we de witte. Daar rij ik zelf altijd op. Witje. Ik zal even naartoe lopen, ze is druk aan het eten. Hey Witje. Even mooi filmen. Dit is een van de grootste samen met Giorgio. Dit is ook echt super lief. Leer ik ook vaak beginners oprijden. Hey. En ze is wel een beetje een aparte kleur. Braaf, hè? Super rustig paard. Kun je nooit zo vertrouwd, of kun je wel heel erg vertrouwd op rijden. Geeft nooit zo'n onrustig gevoel. We hebben dan Speedy. Als je dan, kijk, Speedy. Als je op Speedy gaat rijden en je wil gewoon rustig rijden, zou ik het zonder zweepje doen. Met zweepje is ze wel voorwaarts. Speedy is heel erg goed zo, lief, maar Speedy kan wel een beetje zo gevoelig zijn. Als je zelf heel druk bent, of het is heel erg druk, dan vindt ze soms ook wel een beetje spannend. Maar ze is eigenlijk heel lief, van de rij ook gewoon beginners op. Ja hè, het is gewoon een schatje. Speedy hebben we trouwens op de paardenmarkt gekocht en zelf zadelmak gemaakt. Dus die hebben we ook al echt heel erg lang. Hier hebben we Ashley. Ons Welsje. Hey. Ze zijn ook allemaal blij om te zien. Even aaien. En Ashley die hebben we in de manege. Is ook een tijdje verkocht geweest. Hebben we weer teruggekocht. Is ook een tijdje eigen pony geweest. Ashley is ook leuk om mee te springen.
Maar ze kunnen ook allemaal met alle ponies eigenlijk wel leuk buiten rijden. Dus ze zijn eigenlijk een beetje allround. En we hebben natuurlijk niet alle ponies en paarden hier staan. We hebben er thuis ook nog een heel gedeelte staan. En jullie weten natuurlijk niet waarom. Want ze zijn allemaal in verschillende kuddes. En die hebben ook allemaal een aparte rangorde. Dus we kunnen niet zomaar alle ponies en paarden bij elkaar zetten. Dus we houden wel een beetje rekening mee welke ponies en paarden bij elkaar. Nou, dan loop ik even naar de achter, want ik heb Bowie en Zazu nog niet gefilmd. Oh, Bowie is er trouwens niet. Bowie staat thuis, dus Aramir. Oh. Die gaat daar eventjes op zijn gemakje een stukje verder lopen. Aramir is, hebben we eigenlijk een jaar of twee, denk ik ongeveer. Die is nieuw. Kun je soms ook wel zien, want hij is af en toe wel een beetje aan het zoeken bij wie er nou echt vrienden moet zijn. Oh, daar gaan ze. Even een sprintje trekken. Zazu is wel van de sprintjes trekken. Die vindt het af en toe wel leuk. Aramir. Aramir is een Pools paard. Het is ook een hele rustige, hele lieve. Voor een van de jongere paarden. Die hebben we nog niet zo heel lang. Ik wilde eigenlijk Zazu filmen, maar die is nou net helemaal naar achter gerend. Daar staat ze. Zazu is een schimmel. Was eerst een eigen pony, hebben we toen gekocht. Die is ook op de manege geboren. Was van een pony die ook in pension stond. Dus die hebben we overgenomen. En Zazu die staat half in de lease en half in de les. Komt Davy nog even gedag zeggen. Hey Davy. Doei, zeg maar doei. Doei, lief. Nou, bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En je kunt altijd nog in de reactie zetten wat je graag wil zien. Doei.